alle 18 Broer Buffetwagens die worden nu door de koks gevuld. Ja, dat is een heel uitgebreid assortiment, zeg maar. Gewoon gezonde voeding. Je kan zoveel eten in principe als je wil. Dus er is niemand die zegt van het is nou genoeg geweest. Nee. Het mooiste is natuurlijk als de patiënt zelf uit bed kan komen en naar de kar kan komen kijken, zeg maar. Want als de voedingsassistent erachter staat, ja, dan is het ook eigenlijk een soort rijdend winkeltje, om het zo maar even te zeggen. En voor patiënten die dus wel in bed moeten blijven liggen, daar is er op de afdeling ook gewoon een kaart voor, waar de patiënt dus uit bed gewoon kan kiezen van, nou, ik wil dit en dit graag hebben. Ik ben nu voor de lunch voor de patiënt een wrap aan het bereiden met kip, curry en ananas. En drie keer in de week serveren we tijdens de lunch een hartig iets hier in het Max Medisch Centrum. Dat is niet meer zoals het vroeger was van je moet een dag van tevoren een lijst invullen wat je de volgende dag wil gaan eten. De gemiddelde patiënt ligt 4 tot 5 dagen in het ziekenhuis. Dus ook als je een cyclus hebt van 2 weken en je hebt 2 keuzes per dag, dan zou dat betekenen dat je daar dus in totaal 28 dagen achter elkaar een patiënt een andere maaltijd kan aanbieden. We hebben bij beide locaties ongeveer 450 warme maaltijden per dag. En in totaal ongeveer een kleine 1100 broodmaaltijden. Dus op jaarbasis kom je dan ongeveer uit op een kleine 150.000 warme maaltijden. En een 360.000 broodmaaltijden. Goedemiddag. Ik ben er met de lunch. Ik heb vandaag een extra hapje. Een wrap heb ik bijgevuld met ananas en kip. En dan verder weer gewoon brood. Dus zeg het maar. Het hapje wil je sowieso, hè? Hapje erbij. Zo. Kijk eens. Op de wagen. Beschuit, toast, crackers, veel zoetwaren, kaas. 2 soorten. Hebben hier nog extraatjes voor mensen die dus extra snacks krijgen. Tomaatjes en kuppensoep hebben we. Hier hebben we de puddingjes. Cornflakes voor mensen die dat graag hebben. Dus eigenlijk is alles aanwezig. Kijk, zijn voor u ook een lekker hapje erbij? Grandioos. Ja, we staan nu in de koelcel. Hier staan dus alle maaltijdcomponenten klaar. Ja, eigenlijk de receptuur zoals we ze willen hebben, die hebben we onze leverancier ook aangeleverd. Nou, vanaf hier gaan we ook de wagen vullen. Deze warme buffetwagen die is nu gewoon helemaal gekoeld. Die blijft ook een koeling. Nou, de maaltijdcomponenten die zet ik hier gekoeld in. En dan vanavond op het moment dat die warm moet zijn, springt hij 55 minuten van tevoren aan. En dan gaat hij in die 55 minuten gaat hij de maaltijden regenereren. En dan dit linkse gedeelte, dat is gewoon een koelkast, daar blijf ik een koelkast. Nou, hier staan dan het hele assortiment nagerechten onder andere in. En niet iedereen kan alles eten. En dat doen we in overleg met diëtisten en verpleegkundigen. Dat krijgen wij het door, hè? We doen het samen doornemen en dan weten wij precies een beetje zo wat de mensen eten. Vindt hier prima de luxe, echt waar. Ja. Heel variabel, ja, zeker. Nee, nooit echt klachten gehoord, nee. Zo, nou, de wagens zijn nu gevuld. Hij is aangesprongen. Zoals je hier kunt lezen, is hij over 15 minuten is hij klaar. Nou, dus over een kwartiertje komt de voedingsassistent deze kar ophalen. Dan komen nog de warme borden erbij en dan gaat ze naar de afdeling toe. Dan wordt de wagen helemaal klaargemaakt met de maaltijdcomponenten of het buffet eigenlijk uitgestald. En dan kan de maaltijd worden opgeschept. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Nou, we hebben voor vanmiddag of voor vanavond boerenkool met rookworst. We hebben aardappelpuree olie. We hebben aardappelpuree met ertjes en worteltjes en een runderlapje. En welk toetje wil u dan? Ik heb yoghurt, ik heb chocoladevla, mokka, tutti frutti, lichte kost. Aardappelpuree. Ja. Een ruime keus van in Chinees-Indisch tot boerenkool, zoals u nu ziet. En daartussenin zit gewoon eigenlijk alles wat... het is uitzekerd hier. Goed in de kost.